Blinde en slechtziende mensen worden in het verkeer heel vaak nog over het hoofd gezien of erger nog, aangevallen. Carla Schaat uit Zeist kan erover meepraten. Al 3 keer vonden schoolkinderen het nodig om haar witte stok uit haar hand te slaan. Ze heeft er nu schoon genoeg van. Men is overal mee bezig op de fiets. Met de mobiele telefoon, met muziek of met elkaar kletsen. En ze letten helemaal niet meer op wat er rondom gebeurt op de weg. Als ik per ongeluk in de gaten heb dat er één voor me langs rijdt en ik zeg van je hoort wel te stoppen. Dan is het van ja, kijk dan maar uit je doppen. Dan denk ik ja, ik doe mijn best. Dat lukt me niet meer. Ik hoop nog steeds dat ik een keer mijn stok toevallig tussen de spaken terechtkomt. Want dan gaan ze echt een smak maken. Maar dat is me nog nooit gelukt.